De juiste informatie overbrengen is belangrijk. Zo ook de juiste informatie ten aanzien van het grondenrechtenvraagstuk van de inheemse en tribale volkeren in Suriname. Dat is het voornaamste dat mediawerkers vanmorgen hebben meegekregen op de openingsdag van een tweedaagse training die in Jacana wordt gehouden. De training is door de Amazon Conservation Team Suriname, ACT, georganiseerd. De ACT vindt het belangrijk dat de informatie die via de media naar de gemeenschap gaat, zo objectief en evenwichtig mogelijk is. De inleider bij de training van morgen was Martin Misijan, jurist en voormalig minister van Justitie en Politie. Hij heeft gesproken over de volgende onderwerpen: het gewoonterecht van de inheemsen en tribale volkeren in Suriname en de ontwikkeling van wet en regelgeving omtrent het grondenrechtenvraagstuk. Misijan zegt dat zulke trainingen belangrijk zijn voor mediawerkers, want hoe beter ze het concept begrijpen, hoe makkelijker ze verslag kunnen doen over het onderwerp. We willen het heel interactief houden, zonder dat wij het doel van die training uit het oog verliezen. Het doel van die training, zoals ik het heb begrepen van mijn opdrachtgever, is dat zij ook een verwachting hebben dat u na vandaag meer geïnteresseerd zult zijn, behalve dat u beter geïnformeerd zult zijn, maar dat er ook meer geïnteresseerd zult zijn om te helpen verslaan over het onderwerp. Ik zei aan het begin dat het geen onbekend onderwerp is voor u. Als je de krant leest, als je naar de radio luistert, als je de tv volgt, dan ziet u dat de media vaak heeft gerapporteerd, vaak verslag heeft gedaan over het onderwerp. Wij willen een paar onduidelijkheden die er bestaan omtrent het onderwerp, soms bijna misvatting. We willen samen met u die misvattingen, die onduidelijkheden uit de weg helpen. Martin Misijan, jurist en inleider van morgen op de openingsdag van de tweedaagse mediatraining over het grondenrechtenvraagstuk van inheemse en tribale volkeren. De training wordt morgen afgesloten in de conferentiezaal van Jacana, waar het wordt gehouden.